Zo, beste kijkers, alvast een hele goede avond en welkom bij deze extra nieuwsuitzending. We hebben zo net vernomen dat er vanuit de overheid maatregelen getroffen worden tegen een voorlopig nog onbekend virus. Onze reporter ter plaatse, Robrecht Verhagen, staat ons te woord. Robrecht. We staan hier ter plaatse in Bavegem. Achter mij ziet u het gebouw wat mogelijk een evacuatiecentrum zou zijn. De berichten spreken over een centrum met een opvangcapaciteit van 200 personen. Aan het gebouw te zien is het al even niet meer in gebruik. Als we door de geschiedenis gaan van het gebouw, hebben we informatie gevonden over het gebruik ervan. Het gebouw deed vroeger dienst als een slachthuis. De zoektocht naar de eigenaar heeft nog altijd niets opgeleverd. Op dit moment is er niets te zien van een mogelijke evacuatie, dus we kunnen nog niet bevestigen of hier effectief een evacuatie zal plaatsvinden. En is er al meer informatie gekend over de epidemie zelf? Ja, over de mogelijke epidemie is nog niets bekend. De verschillende bronnen spreken elkaar tegen. Langs de ene zijde hebben de personen die bij hoog en laag beweren dat de epidemie al is uitgebroken en anderen beweren dat er nog niets aan de hand is. De officiële instanties houden nog steeds de lippen stijf op elkaar. Ja, er wordt gesproken over een loting, maar weten we al hoe die in zijn werk gaat? Ja, de loting zou volledig willekeurig gebeuren. Zonder onderscheid te maken tussen leeftijd, klasse of ras. Maar ook hier blijft het gissen naar de werking ervan. Oké, dankjewel Robrecht. U hoort het, het blijft voorlopig nog vrij onduidelijk hoe dit verder zal verlopen. Maar bij verdere ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte. Nog een fijne avond.